De jaarlijkse koningsspelen zijn weer gehouden in Hazerswoude-Dorp. Er zijn allerlei verschillende spellen in het thema van Koningsdag. Ja, wat is hier gaande? Dit zijn de koningsspelen. De koningsspelen in Hazerswoude-Dorp. Alle scholen zijn hier bij elkaar. En we hebben er gewoon één groot feest van weten te maken met z'n allen. En welke scholen doen mee? De drie scholen van Hazerswoude-Dorp. Dat is de Springplank, de Johannes Post en de Sint-Michel. En ze hebben de krachten gebundeld om samen hier een fantastisch feest neer te zetten. En hoe gaat het tot nu toe? Het gaat hartstikke goed. De kinderen hebben veel plezier, dus dan ik ook. Veel plezier. En daar draait het om op zo'n dag. We hebben hier achter mij en voor mij, maar dat zien jullie aan de achterkant alweer niet, zijn de groepen 3, 4 en 5 spelletjes aan doen op de velden van de Hazerswoudse Boys. En verderop is het nog een veld. Daar zijn er ook weer klassen bezig. En de bovenbouw, dat zijn de groepen 6, 7 en 8, die zijn clinics aan het doen. En die zijn verzorgd door de verenigingen, de sportverenigingen hier uit het dorp. En niet alleen de populaire sporters zijn hier te doen, er zijn ook veel unieke spelletjes. En ik merk ook dat sommigen ook het echt leuk vinden dat het ook een heel ander soort spel is als gewoon. Hiernaast zijn ze aan het voetballen. Maar frisbeeën, wanneer doe je dat nou eigenlijk? En vandaag krijgen ze dus echt wel, maken ze kennis met ander soort spellen. En dat is ook wel erg leuk. Dus we zien de kinderen ook wel echt ervan genieten. Hier. Hoppa. Oh. Wat ben je aan het doen vandaag? Spelen, voor koningsspelen en sporten. Ik zag net heel fanatieke frisbeeën. Heb je er zin in vandaag? Ja, veel. Heel veel zin in. Wat is het leukste spel wat je nu hebt gedaan? Frisbee, ja. Toch wel? Ja. En wat vind je het leukste tot nu toe? Tot nu toe wel het voetbal. En waarom het voetbal? Ja, we hebben ook alles gewonnen. En ja, ik vond het sowieso wel leuk. Je hebt ze allemaal ingemaakt? Nee, ik niet mijn vriend. Ik zou alleen maar op keep. En aan de organisatie ligt het zeker niet. Iedereen hier heeft een leuke taak. Ik zit dus in de tweede klas en toen werd er door de docenten van het Groen Hart Rijnwoude gevraagd of we de kinderen wouden begeleiden van de basisschool. En dat vond ik hartstikke leuk, dus dat gingen we gewoon met z'n allen doen. Ik heb de eer om de begeleiding op me te nemen van de leerlingen van het Groen Hart. De school hier ook weer uit het dorp, die heeft 50 leerlingen beschikbaar gesteld om mee te doen, om mee te helpen. En die begeleiden de groepjes, de kinderen, de spellen. Dus die hebben ook een mooie rol.